Goeiedag en een knallendag vandaag. De index een nieuw hoogste punt voor het jaar. De AEX-index op boven de 5,44. Ja, en dat is toch wonderbaarlijk. Want iedereen gaat er nog steeds vanuit dat die beurs maar omlaag moet. En waarom moet die beurs omlaag? Ja, omdat de economische vooruitzichten natuurlijk minder zijn. Dat zien we dagelijks. We zien de werkgelegenheid in Amerika die daalt. Het aantal uitkeringsaanvragen nam sterk toe. We zien Duitsland, de grootste economie van Europa, dat dat daar niet goed gaat. Het echte vertraging, de auto-industrie heeft er veel last van. Maar de beurzen trekken zich er niets van aan, die gaan maar omhoog. Ja, waar zou die oorzaak nou in kunnen liggen? Ik denk dat die oorzaak voornamelijk ligt in die hele lage rente. Op dit moment is er 9 triljoen dollar wat uitstaat in obligaties met een negatieve rente. Dat is natuurlijk enorm. Als je je geld in Duitse staatsobligaties wil beleggen, dan moet je tot 8-jarig papier, dus papier wat nog 8 jaar loopt, moet je geld meebrengen. Dus betalen per jaar. Dus het geld is gewoon op dit moment erg duur om te hebben. En dan zijn aandelen natuurlijk van goede bedrijven relatief goedkoop. Kijken we hier bijvoorbeeld naar Royal Dutch, Koninklijke Olie. Die betaalt 6% dividendrendement. Het aandeel ligt goed. Is zeker niet te duur, zou rustig naar 32 kunnen stijgen. Heb je toch een 10% stijging. Hetzelfde geldt voor Unilever. En zo zijn er meer aandelen. De banken geven ook een behoorlijk dividendrendement. Ja, en waar moet je met je geld naartoe? Dat zijn dus aandelen. En dat kan een van de redenen zijn waarom die beurs ondanks een slechtere economie toch maar blijft stijgen. Hier in Amsterdam viel me vandaag op het aandeel Lucas Bols. Waarschijnlijk stijgt het omdat afgelopen zondag Geert Schaar, de beursgoeroe, in een programma iets gezegd heeft over het aandeel. Maar het is een opvallende stijger. Vandaag 4% erbij weer. Ik zie niet waar het nieuws vandaan moet komen. Ja, andere fondsen hier in Amsterdam doen het ook zonder uitzondering allemaal goed. Wij kijken ook heel veel naar Amerika. In Amerika zien we nog steeds fondsen die ook zeer grote bedrijven die het gewoon goed doen, goed dividendrendement betalen. Ik zit momenteel te kijken naar het aandeel Apple. Is alweer behoorlijk gestegen, maar toch, het is een bedrijf wat ik verwacht dit jaar behoorlijk wat meer dividend gaat uitbetalen. Ze hebben 130 miljard in kas, dus het kan. Een ander aandeel waar ik naar keek, en daar heb ik ook een analyse over geschreven, is het aandeel Walt Disney. Walt Disney is een bedrijf dat ook niet te duur gewaardeerd staat. Geeft een aardig dividendrendement, maar veel belangrijker, dit jaar gaat het aandeel Walt Disney, of het bedrijf Walt Disney, zich storten op een nieuwe dienst. En dat heet Disney Plus. En dat is een soort Netflix-achtige dienst, waarbij ze zich gaan richten op abonnementsinkomsten. En ik verwacht dat dat tot een andere waardering gaat leiden. Nou, ik heb daar een artikel over geschreven, dat kunt u vinden als u de link onderaan het filmpje even volgt. Ja, voor de rest, we blijven positief. Maar wel voorzichtig, want economisch is er toch iets aan de hand, dus blijf dicht bij de bal spelen. Dat is wat ik u meegeef.